schon so wenige. Naja, die wollen doch immer, die haben doch diesen Streit, ob die nicht geschrieben werden. Ja, genau. Na, wir sagen, belgischer, Prinzenfrau, ein schottischer Premier, das war braun. Und die meisten Reiche sind französischer Herkunft. Also, was ist ein Engländer? Schottland, Molly. Voorafgaand aan grootschalige grindwinning langs de Maas bij Borgharen werd dit gebied in 2010 archeologisch onderzocht. Vondsten uit het verleden, zoals een Romeinse villa, Merovingische graven en een bescheiden massagraf van 17e-eeuwse Franse soldaten, lieten vermoeden dat hier meer dan alleen grind in de grond zou zitten. Al bij het trekken van proefsleuven stoten de archeologen op paardenbotten. Ze dachten in eerste instantie dat deze mogelijk als grafgift bij de Merovingische graven hoorden. Toen de opgravingen eenmaal begonnen, bleek het echter om iets heel anders te gaan. In een deel van een verdedigingsgreppel lagen over een lengte van 41 meter maar liefst 69 paardenskeletten. De dieren zijn met militaire precisie in twee lagen boven elkaar begraven. De meeste paarden waren nog beslagen met zware hoefijzers. Daarnaast vonden de archeologen ook enkele delen van het hoofdstel en het bit. Uit de grond waarin de paarden lagen kwamen bovendien musketkogeltjes tevoorschijn. Om de ouderdom van de vondst te bepalen, lieten de archeologen een C14-datering uitvoeren. Een C14-datering is een datering waarbij je een stukje koolstof uit een vondst vergelijkt in waarde van de radioactieve hoeveelheid koolstof die erin zit met een standaard uit 1950. Aan de hand van de halfwaardetijd kun je dan precies zien hoe oud een vondst is. Hierdoor kon de vondst in de 16e of de 17e, 18e eeuw geplaatst worden. Historische bronnen vertellen dat Maastricht tijdens de 80-jarige oorlog twee keer is belegerd. De eerste keer gebeurde dat in 1579, toen de Spanjaarden, onder leiding van Alexander Farnese, hertog van Parma, de stad innamen. Frederik Hendrik besloot in de zomer van 1632 Maastricht op de Spanjaarden te heroveren. Hierbij maakte hij gebruik van wel 4000 cavaleristen. Op een oude kaart is te zien dat een deel van deze paarden onder leiding stonden van de graaf van Limburg-Stirum. En deze waren bij Borgharen gelegerd.
ga je? Ja, ja, ja. Echter, door de ruime uitkomst van de C14-datering kan het ook nog gaan om een slag uit de Hollandse oorlogen. In 1673 belegerde Lodewijk XIV hoogstpersoonlijk de stad Maastricht met behulp van wel 16.000 cavaleristen. Tijdens de inname van de stad door de Franse troepen kwam de beroemde graaf D'Artagnan om het leven. Het is waarschijnlijk dat het eerder gevonden massagraf van de 17e-eeuwse Franse soldaten bij Borgharen een overblijfsel is uit deze slag. Na de onderzoek moet in de toekomst uitwijzen bij welke slag de paarden zijn omgekomen. Voorlopig kunnen we al zeggen dat de paarden niet al te oud waren toen ze stierven. De meeste waren tussen de 4 à 5 jaar oud en zelfs enkele iets jonger. De meeste dieren waren hengsten of ruinen en hadden een schofthoogte tussen de 1,36 meter en de 1,73 meter. Enkele dieren vertoonden typische slijtageverschijnselen in hun gewrichten, die erop duiden dat ze tijdens een korte leventje zwaar lastwerk, zoals het slepen van kanonnen, hebben moeten verrichten. In de buurt van het paardengraf werden nog meer archeologische vondsten gedaan. Zo vonden de archeologen door voorzichtig de bodem in dunne plakjes af te schaven met hun schep en die grond vervolgens te zeven een vindplaats uit de middensteentijd, ook wel het Mesolithicum genoemd. Het vondsmateriaal bestaat voornamelijk uit vuurstenen gereedschap en het afval dat ontstaat bij het maken of scherpen daarvan. Daarnaast werden er ook stukjes houtskool van een vuurtje en hazelnootdoppen van een maaltijd gevonden. Pal naast het paardengraf werd ook een menselijk graf gevonden. Het lag veel dieper dan de paarden en aan de hand van het gevonden aardewerk kon worden vastgesteld dat het graf in de prehistorie dateert. Verspreid over het hele opgravingsterrein zijn meerdere geïsoleerde mensengraven gevonden. Na de onderzoek moet uitwijzen uit welke periode deze graven stammen.